Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik jullie laten zien, ga ik jullie laten zien over het ploegen, want daar zo zijn we bezig met ploegen. En we hebben de bladrammen vastgeklapt. Dat heb ik helaas niet kunnen filmen, maar dat hebben we hier nog gedaan. En nu zijn we dit aan het ploegen en hier komen volgend jaar de aardappels. En daar zo op de boerderij, daar komen ook aardappels en dat stukje hebben we daar ook al geklapt. En dit stukje ploegen we dan tot hier zo aan de tarwe waar hier stond vorig jaar de aardappels. En nu komt hier dus de aardappels en op de boerderij. Dus ja, ik ga je nu wat laten zien over ploegen. En het is heel erg hard, want het heeft vannacht heel erg gevroren en andere dagen ook. Dus vandaar het is heel erg hard. Zoals jullie zien is het heel erg hard. Nou, je hoort het ook een beetje kraken, maar we hopen dat we dit kleine stukje vandaag afkrijgen. Daar zo zijn ze ook spruiten aan het oogsten. En dat kan ik helaas niet laten zien. Maar dat is ook niet van ons, dus daarom kan ik het ook niet laten zien. Maar ja, daar zijn ze dus spruiten aan het oogsten. Het is wel een beetje koud in zo'n ding, denk ik. Maar ja, lijkt me wel grappig werk. Hallo, we zijn weer terug op de boerderij. We waren bijna klaar op dat lapje. Het enige wat we nog moesten doen is het veurrot, de oppakker. Maar dit was afgebroken. Deze. Dus toen moesten we eerst naar de dichtstbijzijnde MF-dealer om er eentje te halen. Want dit buitenste stuk niet, maar wat erin zit, dat was gescheurd hier zo. Dat was gescheurd. Dus toen konden we hem nog net een beetje optillen. Een heel klein beetje van de grond en naar huis rijden. En toen zijn we vanmorgen naar de dichtstbijzijnde MF-dealer gereden en hebben we dit gehaald. Dus nu gaan we, ik weet niet of ik dat ga filmen, maar gaan we straks het afploegen. Dus ja, kijk, hier zo lag de oude. En hier zo dat ding. Hier, dit was dus afgebroken, zo, zoals je ziet. Dus, maar gelukkig hebben we nu weer een nieuwtje. Dus snel afploegen en dan wachten totdat we bieten gaan. Hallo, vandaag zijn we aan het aardappels leveren. En we gaan dus vandaag aardappels leveren. Ploeg hebben we goed klaar, dus dat is klaar, behalve op het bietenland, maar de bieten moeten er ook nog uit. Dus ik ga jullie nu ook nog wat laten zien over het aardappelsladen.